Het is tijd voor Ajax PSV. 2 seizoenen geleden speelde Ajax een fantastische wedstrijd tegen de Eindhovenaren. Gravenberg, Tadic en daar de kans op de treffer en het is ook meteen raak. Berghuis in de 19e minuut. Het wordt uiteindelijk 5-0. Wat is er nou zo bijzonder aan het laatste doelpunt die middag, die gemaakt wordt door Dusan Tadic? Is dat antwoord A, het is zijn 3e van de middag. Antwoord B, het is zijn 10e van het seizoen. Antwoord C, het is zijn 50ste voor Ajax. Of antwoord D, het is zijn 100ste in de Eredivisie. Straks het antwoord. Afgelopen seizoen vond Ajax PSV net voor het begin van het WK plaats in november 2022. Alfred Schreuder was toen nog de trainer en in een onderling duel streden beide ploegen om de eerste plek in de Eredivisie. Daar is de voorzet op de Jong en daar is het doelpunt. Is het weer Luuk de Jong. Veerman, de Jong. De Jong krijgt zijn voet niet tegen de bal, maar daarna wel. Gutierrez scoort. Voorzet van Berghuis, Klaassen. Die mist. Daarachter is Luca en daar is het doelpunt. In Amsterdam is de onderlinge balans in de Eredivisie in het voordeel van Ajax, namelijk 35 keer winst en 22 keer verlies. Brian Brobbey en Luuk de Jong zijn de enige spelers met meer dan 3 Eredivisie-doelpunten na de winterstop. Ze maakten er allebei al 5. De aanstelling van John van het Schip volgde een dag na de vorige wedstrijd tegen PSV. Sindsdien is Ajax ongeslagen in de Eredivisie, namelijk 9 overwinningen en 2 keer werd het gelijk. Ajax heeft tenminste 2 doelpunten gemaakt in de laatste 13 eredivisiewedstrijden. De langste reeks in de Eredivisie sinds 2018. Ajax heeft in 2024 al 11 eredivisiedoelpunten gemaakt. Dat zijn er minstens 5 meer dan ieder ander team. PSV en Go Ahead volgen met 6. En tot slot, Ajax won 6 van zijn 8 thuisduels in alle competities sinds de aanstelling van John van het Schip. Deze week schuiven we David Neres naar voren als hoofdrolspeler. In 2017 opent de Braziliaan de score in de belangrijke topper. Uur gespeeld in de arena. Is Ajax op zoek naar de treffer. En is hem nu gevonden. Van buiten de 16, Neres. Verrast alles en iedereen van PSV. Het doelpunt blijkt de opmars voor een heerlijke 3-0 overwinning. 2 jaar later is Ajax PSV een hele spectaculaire editie. Met een 1-0 voorsprong lijkt er helemaal niks aan de hand tot dit moment. Hendrix naar Angelinho. Oh, lastig aangespeeld. Zo, dat been is wel heel hoog van Mazraoui. En die gaat daar ook geel voor krijgen voor die actie ten opzichte van de linksback. Mazraoui moet zich melden. En de gele kaart gaat weg en wordt vervangen door een rode kaart. Ajax door met 10. Dat is een wending. Maar met 10 man doet Ajax vervolgens het onmogelijke. Dusan Tadic maakt uit een penalty de 2-1. En in de allerlaatste minuut brengt de uitblinker van de wedstrijd de beslissing. Als er niet veel tijd meer is, de PSV achteruit moet. Ajax de bal in het bezit heeft. Tagliafico, Neres. Daar wordt het nog 3-1 en is het beslist. En is de spanning in de Eredivisie helemaal terug. Zit die spanning er voor de laatste 7 wedstrijden volop. Als Ajax in ondertal weet af te rekenen met de PSV. En dankzij deze overwinning blijft de titel voor Ajax in zicht, die uiteindelijk ook wordt behaald. Het uitkiezen van de mooiste doelpunten bij Ajax-PSV is een gevalletje van Kill Your Darlings. In het verleden hebben we namelijk prachtige doelpunten gemaakt. En we hebben 3 absolute pareltjes geselecteerd. Nunes, Cassiera met het overstapje voor Klaassen. Wat een geweldige goal! Wat heerlijk geraakt die bal. Maxwell, Sikora, goed gedaan. Maxwell, Sneijder, ruimte om uit te halen. Wesley Sneijder, wat een goal! Anita, Pantelic. Bal eigenlijk alleen maar binnen te houden. Nou, zo dus. Emanuelson. En schieten, dat moet dan met rechts, maar dat kan hij ook. Emanuelson. Elke aflevering maak jij kans op een Ajax-shirt door een specifiek aspect van de wedstrijd te voorspellen. En zo ook weer tijdens de topper tussen Ajax en PSV. Hoe vaak schiet Brian Brobbey tegen PSV op doel? Plaats jouw voorspelling in de comments hieronder, zet je Instagram-naam erbij en wie weet win jij dat Ajax-shirt. En tot slot natuurlijk het antwoord op de quizvraag. Want wat was er nou bijzonder aan het laatste Ajax-doelpunt tegen PSV in 2021? Even kijken of hier de 100e voor Tadic nog komt. En die komt er. Het is een historische, een 100e. In totaal in de Eredivisie. Zaterdagavond om 20:00 kruisen Ajax en PSV de degens hier in de Johan Cruijff Arena.